De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Volendam wist wel 3 keer te winnen dit seizoen. De ploeg van Jonk tegen het sterke Cambuur. En de eerste kans is voor Volendam. Dodeman vindt de oud-doelman van Volendam op zijn weg. Sonny Stevens, Calon. Goeie speler, Calon. In de vorm van zijn leven, Sambissa. Akoy, ha, heerlijke aanname. En, ja, wat een goede assist zeg. En wat een leuk doelpunt. Jacobs met de 0-1. Goeie aanval van Cambuur. Dit is een heerlijke assist van Akoy. Helemaal vrij in de as, Jacobs. Dan mag je nooit spelers vrij laten. En dus Volendam op achterstand. Oeh, foutje van Marco Tol. Tol moet het repareren. Ja, dit is een penalty en een rode kaart. Van der Laan, veelbelovend scheidsrechter in Nederland. Kan niets anders doen dan Marco Tol de rode kaart geven. Ja, wat een blunder zegt van die verdediger van Volendam. Calon, watervlucht natuurlijk. De duw en de strafschop. En bij Cambuur hebben ze daar een specialist voor. Robert Muurden, voorheen Volendam. Daarvoor scoorde hij in 4 seizoenen 49 doelpunten. En dit is de 0-2. Applaus van Henk de Jong. Want hij ziet zijn ploeg gewoon goed voetballen. Calon, weer weg. Calon, Visser in de achtervolging. Ja, dit is weer een strafschop. Oh, wat dom van Volendam. Ja, je moet een scheidsrechter nooit uit willen dagen. Het handje en op de hakken. En weer een strafschop. En weer Muurden achter de bal. Muurden. En Bakker pakt hem goed. De doelman van Volendam voorkomt dus de 0-3. Ja, Muurden schiet hem nu in de andere hoek. En klem vast. Keurig gepakt. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Goed verdedigd door Sambissa. Muurden is weg. Muurden. Maakt hij het af? Die kijkt. Ja, die kijkt gewoon naar de lange hoek. Het is de 0-3. En zo maakt hij zijn gemiste strafschop goed. Robert Muurden met zijn tweede. In een moeilijke hoek zet hij dus Cambuur op een 3-0 voorsprong. En dat is ook de ruststand. En dan in de tweede helft is het wel heel erg lastig voor Volendam met 10 tegen de 11 van Cambuur. Calon, een van de uitblinkers. Afleggen. Akoy, dat is de andere uitblinker. Akoy en een fantastische reflex van Bakker. Goeie speler deze Akoy, speelde in de amateurploeg van Ajax. Nu dus voor het tweede seizoen bij Cambuur en heeft dus een basisplaats. Muurden, weg bij zijn tegenstander. Muurden weer naar de goal. Gaat hij ook nog een hattrick scoren? Dat doet hij. Wat sleept hij hem lekker binnen. Een hattrick dus voor Robert Muurden. Ja, het is heerlijk thuiskomen voor hem. 0-4, dat zijn toch wel wat cijfers ook, hè. In de slotfase krijgt Volendam dan nog 1 kans. Duin, helemaal vrijgelaten. Duin en hij schiet de bal naast de goal van Stevens. Cambuur wint voor de 5e maal op rij in de competitie.